Welkom bij Woodstock Vloeren. We gaan het vandaag hebben over deze pomp. Deze pomp die is heel erg duurzaam. En hoe werkt die? Hoe gebruiken we de pomp? En dan ga ik u in kort, zo kort mogelijk, ga ik u dat vertellen. Onze betonpomp die rijdt naar het werk en die neemt gewoon helemaal geen droogstof meer mee. Die komt gewoon aanrijden en die heeft geen water mee en die zetten we daar neer. In principe worden de droogstoffen dan in droge vorm aangevoerd en het water gebruiken wij op locatie. En wat ook een heel groot voordeel is van deze pomp, hij draait compleet op elektrisch. De aggregaat die er nu nog in staat, die komt te vervallen. En dan komt een apparaat in, een accupakket met daardoor acculaders. En daarmee voeden we zeg maar de betonpomp, zodat we echt 100% duurzaam de isolatievloer kunnen maken. Nou, de isolatievloer die maken we met deze pomp door middel van droogstoffen wat gemengd wordt. En met deze pomp, er worden zeg maar, dierlijke eiwitten aan toegevoegd. En die dierlijke eiwitten die kloppen we op met lucht. En daardoor krijg je eigenlijk dus die isolerende werking van onze isolatiebeton. De kruipruimte isoleren, dat doe je door middel van schuimbeton. En schuimbeton, dat maken we dus met een heel ander principe als dat het vroeger ging. Vroeger was het zo, dan kwam er een mixer en dan kwam er een pomp en dat soort dingen. Of er komen grote machines met silo's. Dat is nu niet meer, dat is nu allemaal niet meer nodig. We maken dit allemaal gewoon in een 1, 2, 3. Nou, ik ga het jullie even laten zien. Dus lopen eventjes mee. Hier ook komen we in de machinekamer terecht. Nou, we staan hier in de machinekamer. Hier zien we eigenlijk die prachtige mooie oude aggregaat op diesel. Hier werd eigenlijk de energie opgewekt van de pomp. Nou, deze machine komt dus te vervallen. Uiteindelijk gaan we over op een heel duurzaam elektrisch systeem met accupakketten. Dat zullen jullie straks in onze volgende video zien. Dan is deze machine eruit gehaald, andere machine staat erin. En dan kun je het hele proces weer volgen. Hieronder, deze machine die staat ook op een tank. En deze tank die wordt op het werk gevuld met water. Dus in principe zit hier een niveau in. En uiteindelijk zitten hier aan de zijkant zitten hier waterpompen. En die brengen zeg maar het water op de juiste druk voor de andere machines die hierin staan. Zoals de menger, zoals de pomp, zoals de unit en zoals het opklopapparaat. Die pomp zorgt ervoor dat je allemaal de juiste hoeveelheid water krijgt. Nou, dit is dus eigenlijk een deel van de machinekamer. Oké, dan neem ik jullie nu mee naar de volgende stap. Nou ja, hier hebben we eigenlijk zo'n wateraansluiting. Dit is dan gewoon een brandslang. Die brandslang die kan je gewoon hierop doen. En uiteindelijk zet je hier het water op. En uiteindelijk vult die tank die we net zagen, die vult eigenlijk het water. Het mooie ervan is, deze, die hoeft helemaal niet zo dik te wezen. Want als je hier een dunne tuinslang hebt, dan doe je er gewoon een theestukje tussen. En uiteindelijk kun je er gewoon weer een ander theestukje op doen. Zodat je uiteindelijk heb je dan gewoon eventueel bij de buren ook een puntje. Er zit hier een watermeter op aan die kant. Dan kun je precies zien wat je waterdruk is en hoeveel water je hebt. Dus als het niveau lager gaat, dan geeft hij door middel van verlichting geeft hij ook aan. Joh, je waterniveau wordt te laag. En dan weet je eigenlijk van, joh, ik heb nog een waterpunt extra nodig. En die vraag je vooraf gewoon even bij de buren. Is totaal geen enkel probleem. Nou, hier staan we in de machinekamer deel 2. Eigenlijk wat hier gebeurt is eigenlijk, hier zitten eigenlijk de stoffen in, de dierlijke eiwitten in vloeibare vorm. Dat zit hierin opgeslagen en dat gaat uiteindelijk in deze machine. En dan wordt uiteindelijk in het hele systeem wordt het opgeklopt. Hier al zien we de droogstoffen. Hier zitten de droogstoffen in, die worden er automatisch in gegooid. En waardoor eigenlijk gaat dat naar dat punt toe en vanuit dat punt wordt het weer in deze machine gepompt en deze machine die maakt het eigenlijk, die klopt het op en die brengt het weer door deze blauwe slangen brengt hij het weer naar de werkvloer. Dat is eigenlijk het systeem. Hier zie je het controlepaneel, hier het bedieningspaneel. Dus in principe als je hierin staat dan kun je alles in de gaten houden. De computer is volledig geautomatiseerd, dus je hebt er eigenlijk als je helemaal aanstaat niks meer aan te doen. Nou, bedankt voor het kijken van de video. Wat ook leuk is, misschien even abonneren. En wat we ook heel leuk vinden, zet even een reactie. Wat vindt u van dit videootje? Misschien wat tips, wat had u anders willen zien? Of in onze andere filmpjes, wat missen jullie misschien? Het is altijd leuk, dat vinden wij ook,
om te weten waar jullie in geïnteresseerd zijn. Nou, dank jullie wel en tot de volgende keer.